Vorige week in de wereld van Bellewaarde. De dierenverzorgers moesten afscheid nemen van Abus. Het Amur-luipaard gaat voor uitbreiding van de soort zorgen in Japan. Je moet leren resten, niet maar. En de nieuwe attractie Dawson Duel ontvangt de eerste bezoekers. Op de luchthaven van Brussel is het nog vroeg, maar parkdirecteur Stefan is al op post. Hij trekt vandaag voor één dagje naar Zwitserland, om een speciale reden. We gaan het voorjaar 2019 Bellewaarde Aquapark openen. En dus ja, een indoor aquapark met recreatie, met lazy river, met glijbanen. En dus we gaan vandaag op prospectiebezoek naar Zwitserland. Waar Veeningen zijn van het architectenbureau waarmee we samenwerken. En Geert, onze technisch manager, moet er uiteraard ook bij zijn. En dus ja, we hebben ons zwembroek mee, uiteraard. We gaan dat trachten live uit te testen. Het nuttige en het aangename koppelen, dat proberen we altijd te doen. Over een investering van 19 miljoen euro moet al even nagedacht worden. In Bellewaarde zelf gaat alles zijn normale gangetje. Hey Simontje. Simone. Dierenverzorgers Janne en Kimberly proberen giraf Simone te scheiden van de rest van de giraffen. Dank je toch. Want Janne en Kimberly willen eindelijk weten of giraf Simone zwanger is. En daarvoor moeten ze de mest van Simone kunnen checken. Goed zo, Simone. Flink, is dat? Flink. Goed zo. En hoe kan het? Nu zijn we aan het wachten tot dat ze kakt. En dan gaan we daar stalen van hem. En we gaan een stuk of 20 stalen verzamelen om dan op te sturen en naar de hormonen te kijken om te zien of ze effectief wel zwanger is. Dus moesten we het gewicht blijven checken en we zien dat het omhoog gaat, ja, is de kans wel heel groot, maar je weet het nooit zeker. Ze kan ook gewoon, ja, dik zijn. Of een ander medisch probleem of zo, ja. En met de hormonen te controleren, gaan we het zeker weten. Hè, ja. Omdat ze al een keer onderzoek gedaan hebben bij haar, weten we wel ongeveer hoe haar hormooncyclus gaat en zo. En dat weten we ook wel wanneer dat we het mogen verwachten als het zover is. Nee. Ah. Ze is aan het katten. Of aan het pissen. Wacht, hè. Aan het pissen. Allee, madame. Kakt. Allee, check ter Pasen. Pas. Ik weet het niet. Het moet daar iets in zitten. Maar dat is toch. Ter Pasen is toch. Hey, Simone. Ja, zolang dat je niet kakt. Nog even geduld dus. Aan de ingang is Christian aan zijn werkshift begonnen. Christian is de geknipte man om enquêtes af te nemen. Want het park wil weten of de bezoekers tevreden zijn over hun bezoek. Bonjour monsieur, ça vous intéresserait une carte passe? Parlez avec lui. Ah d'accord. En fait, c'est pour toute la famille, en fait, enfin, 5 personnes. Et une carte passe, en fait, ça permet d'entrer sur une attraction via la sortie, en fait, sans devoir attendre avec tout le monde. Donc, on y va? Ça va? Oui. Ok. Vous êtes venu en famille en... C'est l'école portugaise. Ah. C'est le groupe de... Un corps scolaire. Voilà. Ah, vous êtes portugais? Ouais. Vous savez faire la portugaise? Si. Ah, muito bem. Et vous faites la portugaise, mon cadidio? Mon cadidio. Put, bien. Voilà, je parle néerlandais. Sans savoir. Muito bem, voilà. Dat is eigenlijk het mooiste van deze job, eigenlijk. Je hebt een license to chill. Oh nee, maar het is gewoon heel leuk. En zeker voor mij. Ik mag grappen vertellen, ik mag echt mezelf zijn. Zonder stress, zonder te weten, ja, Christian, praat te veel op je werk. Nee, dat is mijn job. Dat is mijn job. Jij. Wow, nee. Dat is echt de max. Dat is echt de max. Giraf Simone heeft verderop gedaan wat ze moest doen. De dierenverzorgers hopen nu snel de bevestiging over een zwangerschap te ontvangen. Nu de rest verzamelen totdat we 20 stalen en dan in de diepvries en dan allemaal samen naar Engeland. Hè. En hopen op goed nieuws. Dus, ik ben wel een beetje positiever dan sommige anderen, maar ik denk het toch wel. Ja, ik heb gewoon grote hoop, hè. Dus dan moet dat positief worden. Hè. Parkdirecteur Stefan is ondertussen aangekomen tussen de bergen in Zwitserland. In dit aquapark hoopt Bellewaarde inspiratie te vinden voor zijn eigen aquapark dat straks gebouwd wordt. Glijbaan is een ervaring, dat is een attractie.
Dus dat moet allemaal nog gekozen worden, ook nog leveranciers. Ook de speeltuin, er zijn drie speelzones voorzien met een boot en dergelijke. En met spruitoestellen en zo'n grote emmer waar dat er water uitvalt. Dus dat moet allemaal nog definitief gekozen worden. Hallo. Nice to meet you. Hi. Stefano May from Belen. Thank you. Hello. Nice to meet you. Warm welcome to all of you. We are very happy having you here. Bellewaerde krijgt heel veel voorstellen en probeert nu de beste waterattracties voor zijn publiek te vinden. We have been discussing this morning how many slides a park needs. His opinion is good slides, but not too many. My opinion is very good slides and many slides. Much more. We gaan er direct aan beginnen, hè, zodat je nog van je dag kunt genieten. Dus, met hoeveel zijn jullie vandaag? Zes. Oké. Okay. Christian blijft in het park zo'n vrolijke zelve. Ah ja. En een hond. Heb je een hond thuis? Zeven. Zeven honden? Nee, één hond. Aan tafel. Stel je voor. Goed. Are you okay? Dus vandaag, beginnen de shows wel later, zie ik. 14 uur, 15 uur 30 en 17 uur. Oké. Okay. Dus ik ga dus zeker tijd hebben om te flyeren en de show te promoten. Dus dat is al heel interessant. Ja, showtime. Hopelijk hebben we genoeg mensen. Maar ja, dat is mijn verantwoordelijkheid, hè. Een leader. Aan het Lemuren-eiland beginnen de dierenverzorgers aan hun dagelijkse training van de lemuren. Niet om trucjes aan te leren, wel om later medische verzorging makkelijker te kunnen maken. Ze hebben al de link gemaakt dat als ze de stok aanraken, dat ze een beloning krijgen. En zo proberen we uiteindelijk om ze te leiden naar de weegschaal, om ze te wegen of in een verdere stadium om ze in het kooitje te krijgen zonder stress. De ene lemuur is ook een betere student dan de andere. Ja, Riet, ga ik een beetje meer nog een kunt? Kan hij nog iets? Ja, nog een beetje, ja. Nu zit hij in het midden, hè? 3 kilo, 280. Ja, die flanken we. High five. Yeah, good boy. Mijn dikke buik. Dat is ook een van de enige dat ik aan zijn buik mag komen. Hij staat een beetje dik, hè? Ja, hè? Yes, so super. Aan de Bengal Express is Erik vandaag de attractiebediener van dienst. Kom maar, kom maar. Amai. Dat waren de gevaarlijkste bank, hè. Hey, pas op met je roe vast, want die leeuwen zijn daar zot achter. Ja. Dat past, hè. Ça va? Fermé of les ouvertes? C'est mieux fermé. C'est mieux fermé? C'est bon. Oké. Ik heb daarvan verschoven. Het eerste jaar dat ik hier stond, dan er zoveel mensen hier op gaan. Hè. Warm, mag heel warm zijn, toch komen ze erop. Hè. Ja, het is een leuke attractie. In de snelheid kun je ze bepalen. Maar normaal gezien, we kijken een beetje waar aan de leeuwen liggen, ook aan de tijgers. Hè. Als ze daar niet liggen, dan gaan we een beetje rapper. Komen we bij de tijgers, dan we vertragen nog redelijk veel dan de mensen tijd hebben om een foto te trekken of te bekijken. Het is niet de bedoeling dat je doorkrost. Ja, helemaal goed, Jean-Claude. Erik lijkt een bijna even grote attractie als de tijgers zelf. In Zwitserland is het ondertussen bittere ernst. De Zwitsers proberen parkdirecteur Stefan te overtuigen van hun kunnen.
We have done 3 different options with family ride, racer ride, Big Bang slide. I would like to show you on the plans first so we have an understanding of this, how it could look like, okay? So we have a big raft ride for 4 person with 2 big leaves. Where you swing down, we can have it as an open ride or we can cover it with acrylic so you have an interaction between the outside and the inside. We didn't want it to put too much information because we wanted ideas. Yes. If you make too much limits in the beginning, you're not thinking out of the box. No. Deze fase is even nog een fase van de mogelijkheden ontdekken. Dus het is wel interessant, maar we binnen 2 weken gaan we elkaar terugzien en moeten ze ondertussen verder werken op het project. Dus we zijn er nog niet. We make a flow of line and product combination that you like. Then we make offer and then we meet. We made a contract and we are happy. Maar zover is het nog lang niet. In Bellewaerde is het ondertussen wel bijna zover. De show begint zo dadelijk en Christian probeert mensen te overtuigen om erbij te zijn. Show, 14 uur. Bienvenue au spectacle. Donc c'est à 14h, 15h30 et 17h. Il y aura un grand spectacle avec des plongeurs, cascadeurs. Et voilà, c'est où? C'est juste à côté du bateau pirate. Là, tu es parti là-bas, là? Ouais, voilà, c'est comme ça. S'il vous plaît. Maar in al zijn enthousiasme om mensen te overtuigen, is Christian ondertussen wel de jeep kwijtgespeeld. We komen vandaar. What is the jeep? Damn. Op het Lemuren-eiland is het tijd voor de lastige klanten. Waar is Liederke? Maar Lieder is daar, maar Lieder loopt weg. Ik heb 2 dagen geleden ook geprobeerd, maar je is moeilijk. Je is te dik en je wil niet. Dierenverzorgster Herlinde heeft altijd al een speciale band gehad met de lemuren. Ik denk dat iedere dierenverzorger toch ergens wat meer een band heeft met het ene of het andere dier. En van mij is dat echt wel de ringstuip. Dat is van in het begin heeft dat zo'n klik geweest. Zoals Denzel, van dag 1 kwam die bij mij op mijn schouders zitten en zo. Een dier, zeggen ze, heeft ook een 6e zintuig. Dus als je een dag wat minder voelt, die vrolijken je op. Dat is niet normaal. Voilà. Dat is hier mijn preferé. Dat is zeer aanhankelijk. He? Ja, ik weet het. Een Dentje, altijd verwend. De treinrit door het Tijgerpark zit erop. De shift van Erik nog lang niet, maar dat vindt Erik ook niet erg. Hier zijn geen nummer, hè. Dat is nog altijd mijn naam. Dat is hier, Kijk, van de morgen nog 10 directeurs staan klappen. Dus dat die mij te klappen of dat die... Dat is plezant. Dat vind ik ook. Ga ik het poort openen. Ja, dat is plezant, vind ik. Voilà, ze zit er vanaf. Ja. Kijk zo kwaad. Alsjeblieft, s'il vous plaît. Merci. Voilà. We hebben het plezier van hem eraan beginnen al. De mensen ook. Je zit tussen de mensen. Ja, ik vind... Allee. Het staat de ene in zijn job. Want ik heb me echt doen en we dan met plezier hebben. Hè. Kom, allee. Hup. En mama, hij ook, hè. Yeah. Ja, voilà. Ze. Hij ook, in. Allee. In Zwitserland is het tijd voor het leuke stuk van de job, het testen van de attractie. Ja.
dat is een hele krachtig. Ja, het was een heftige afdaling. Het was heel aangenaam, maar een beetje te trillen misschien nog voor ons doelpubliek. Het was redelijk heftig. Het was in orde, het was in orde. In Bellewaerde heeft Christian de Jeep teruggevonden. Maar met of zonder Jeep, Christian is het beste reclamebord ooit voor de show. Wat ik eigenlijk liefst doe, is eigenlijk flyeren wel. Het is wel meer uitdagend. Je moet zo blijven zoeken en proberen en gaan. Maar ik doe eigenlijk alles heel graag. Het is wel, ja. En het is gezond. Dat kun je niet overal doen op het werk, hè? Die deur moet toe en die deur moet toe. Ah, ik vind dat dat een wat kinderdeel was. Het is toch dat gedeelte? Omdat je ja, hier zelfs meer. Dat niet zo ver is voor te lopen. Anders proberen we er nu nooit binnen te krijgen. En deze. En zit er 20 som te steken. En toe Fifi lost en toe Fifi en je van de andere binnenstallen doen. Ja. In Bellewaerde staan de dierenverzorgers voor een belangrijke dag. Leo Figaro moet geopereerd worden en daarvoor moet hij eerst gescheiden worden van de andere leeuwen. Fievert! Figaro! Figaro! Een lekker kippetje. Dat is al gekruid en al. Ik ga hier weg anders. Hè. Ja, doe maar! Leo Figaro heeft al een aantal weken last van een absces aan zijn tanden. Externe dierenarts Koen komt Figaro vandaag opereren. En daar heeft hij zijn verdovingsgeweer voor meegebracht. Dag Koen. Hallo. Hij zit daar? Ja, hij zit voor het moment nog in de stal. Maar ik denk dat voor het schieten dat we hem best op de koer laten. Ja, Aan de andere kant van het park is er vandaag een opname gepland. Dus vandaag zijn we hier om de lip-dip video op te nemen, hier op de nieuwe attractie. Dus we hebben verschillende nummers aan elkaar gehangen in een remix. Het is de bedoeling dat jullie telkens de woorden gaan herhalen van de verschillende liedjes. We gaan de verschillende scènes telkens keer inoefenen en zien hoe vlot dat loopt, ook met de muziek. Geen lipdub voor de dierenverzorgers, wel bittere ernst vandaag. Bij Leo Figaro krijgt iedereen nog een laatste briefing van veiligheidsverantwoordelijke Dirk. Goed, naar veiligheid. De dierenarts is de leider. We volgen zijn instructies op. Ik ga klaarstaan met kogelgeweer. Als er iets is, we spreken af, onmiddellijk, van de koer. Ja. En ja, ik zou zeggen, blijf rustig. Dat gaat wel lukken, hè. Oké? Ja. Goed. Oké, perfect. Alsjeblieft. Het is altijd een risico om een leeuw te verdoven. Eén voor het dier. Er komt sowieso stress bij teweeg voor dat dier. En ook die verdoving moet ook weer uit zijn lichaam gaan. Maar voor ons is het ook een risico om erbij te gaan. Dat we moeten eerst zeker zijn dat hij wel verdoofd is, voordat we erbij gaan. Dus ja, dat is eigenlijk wel spannend. De eerste shot van dierenarts Koen is meteen goed raak. Lucky shot. Dus nu gaan we eventjes wachten totdat hij suf wordt. Hè. Verderop heeft dierenverzorger Edwin vandaag kinderen in zijn kielzoog. De kinderen volgen één dag stage en Edwin wil hen leren om schapen te scheren. Kijk, dat zijn de stallen hier van de schapen en geiten en alpacas.
In die stal zijn er al twee schaapjes klaar. Ja, maar we gaan misschien eerst alles klaarleggen, hè? Ja. Kunnen scheren. Dat is het slimste. Nee, we leggen gewoon ook een tapijt. Het schaap, dan kun je de wol makkelijk verzamelen. Ja. We gaan dat openleggen hier. Ja. Dat is het scheerapparaat. Ja, dus dat weegt redelijk wat. Hè? Maar eens vastpakken en eens... Dat heb je? Ja, kom naar voren. Ja. Bij Leo Figaro begint de verdoving te werken. Dan zie je, je valt al een keer om. Je zal, Goh, hou die net de best. Hem erop leggen en hem overrollen. Allee, maar niet over de rug rollen. Hè. Het is een We gaan nog 5 minuutjes wachten. En dan eventueel spuit ik hem nog een tweede spuitje bij. We kennen hem nu verdoofd voor zijn gewicht feitelijk. 250. Ja, maar je was redelijk geëxciteerd. Na 5 minuten durft de dierenarts naar binnen te gaan. Prima. Ja, je is goed weg. Goed. Ja. Over de rug. Ja. Eén, twee, drie. En hoe leg je hem erin? Zo. Ja. Ja. Oeh, ik snap de start. Ik kan hem in de hand. Ja, jong. Je potjes moeten nog in, vent. Dawson Jewel zijn de eerste repetities voor de opname van de videoclip aan de gang. Marketingmanager Christophe is voor de gelegenheid regisseur van dienst. Jullie gaan in het karretje zitten, ja. Samen met Matthias. Het karretje gaat al vertrokken zijn. Op het moment dat hij de deur heeft geopend, als de leeuw zwaait met de vlag. En dan begint jullie refrein. Life is a highway. Tot all night long. All night long, dat is ongeveer halfweg het rechte stuk daar. Ja. En dan bijna op het einde. Kom nog een keer het refrein. Dat is twee keer hetzelfde. Dat is twee keer hetzelfde refrein. Dus het laatste is hier gimme, gimme, gimme. Gimme, 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 gimme. Dat is extra. Dat is extra. Dat gaat lukken, hè. Moet ik dan met je kanten dat een... Nee, we gaan hem nu eerst intuberen. Oh, dus zo weg lekker dwerg. Leo Figaro ligt op de operatietafel. Spuit van 50, leeg. Nu kan hij eindelijk verlost worden van die verschrikkelijke tandpijn. Ja. Hop, hop. Stinkt wel je bek. Ja. Hm, hij heeft hier een afgebroken tand. Kijk, hij heeft hier een absces daardoor. En ja, je voelt hier... Er zit een hele bult op het bot, dus die wortel die tot daar zit, die is ontstoken. Hè. Dus die moet eruit. Oké. Okay. Ja. Je vais commencer, zeg, Namza. Ek, een betel. Ja. Dat schaapjes. Gaan we naar binnen? Ja. Edwin is met liefelijker dingen bezig. Want zo een beetje dichter. Ja. En opletten dat ze niet ontsnappen. Ah, oké. Okay. Dat wel even. Ga maar een beetje hiermee. Ga maar een beetje. Doet dat geen pijn? Nee, aan de wol mag je goed vasthouden. Oh my god. Lukt het? Ja. Ben je sterk, hè? Ja. Allee, schaapje.
Kom maar toe. Ja. Zijn er. Ja. Ga ze neerleggen. Maar je moet opletten dat het niet dicht bij de poten komt. Ja. Die hoeven kunnen scherp zijn, hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Oké. Zo. Ze liggen hier. Mm-hmm. Wie gaat er eens proberen? Doe jij maar eens tennis. Hey. Dus, zet hem aan. Ja. En je komt hier zo. Probeer. Ja. Zo maar. Ja, en omhoog. Ja, hey. Mooi langs de paal. Goed zo. Ja. Bij Figaro is het tijd voor het ruwe werk. De tand zit nog stevig vast. Nee. Dit zit buiten. Je ziet het. En dit zit volledig binnen nog. En het is nog dieper. Dus we zijn hier nog 2 minuten bezig. Twee minuten? Hij zit los. Voldoende los, denk ik, om er hem uit te lepelen. Voilà. Dan ga ik kijken. Kijk, dit is hier het absces aan de worteltop. Hop. Ik weet niet wat er van jullie zijn, die moet tanden getrokken zijn. Anders, je ziet hoe we dat doen, hè. Aan Dawson Duel verloopt alles ook volgens schema. Iedereen staat ondertussen bijna op de juiste plaats en weet de juiste tekst mee te zingen. We zijn met 2 stagiairs, dus we zijn er al enkele weken toch al aanwezig om alles mooi te timen, alle rollen verdelen, ook de werknemers aansporen om deel te nemen. Dus we hopen dat het resultaat er mag zijn deze namiddag. Het zijn al zo'n paar momentjes dat zoiets stroever verloopt, maar we gaan nu nog 1 keer oefenen en toch voorrecht. En we zien het. Nog 1 generale repetitie. Iedereen lijkt volledig klaar en is enthousiast genoeg voor de echte opname. Zo dat moet voelen. Van binnen heb ik geen stress. Ik hoop dat we zelf. Ja, je is aan het wakker worden, hè. Je is aan het wakker worden, hè. Ja. Dus we gaan moeten een beetje avanceren. Bent er hier. Dus zijn niet alleen uit de rug. Ik weet niet meer waar, hè. We gaan hem uittrekken met die koeien voor die deuren. Dat is hier toe, hè. Oh, nee? Ja, daar mogen ze. Wat gaan we doen? Gewoon de kooi openzetten? Gewoon de kooi openzetten. En de touw toch een beetje losser? Ja, maar je bent redelijk wakker, hè? Ja, nee, niet wakker. En kunnen we niet met een stok? Allee, help. Kunnen we met een stok? Gewoon hier leggen. Oké, okay, Lynn. Ja. En weg. Ja. Oeh, draad. Oeh, sorry. Voilà. En nu mag hij eigenlijk op zijn gemak, ja. Je mag wakker worden, hè. Het zal wel met een beetje pijn zijn. Moet je ook doen dat dat meevalt, hè. Pijn, ja? We hebben een goede pijnstiller hier. Ah, oké. Okay. En een mond geneest heel goed, hè. Ja.
Dus ja, het is nu aan mij. Ja, dat lukt goed, vind ik. Maar weet jullie ook waarom dat wij dat doen? Nee. Het is warm nu, hè? Ja. Dus normaal gezien, om deze periode, vanaf het zo ongeveer 20 graden overdag is, kunnen er vliegjes komen die hun eitjes leggen in de wol. En uit die eitjes komt er, weet je misschien, van die maden. En die kunnen het schaap beginnen ja, opeten bijna. En natuurlijk andere beestjes, zoals vlooien en zo. En het is veel te warm voor hen ook. Groeit dat snel, Troje? Ja, kijk, dat is een jaar geleden. Lekker warm, lekker zacht. Hé? Nog een beetje verder doen? Terwijl Figaro opnieuw wakker is, staat aan Dawson Duel iedereen klaar voor de finale opname. Staat iedereen klaar? Dit keer is voor echt. Goed, hier staat iedereen op zijn plaats. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Keep up. Are you there? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky raise up. Every day I'm shuffling. De opname verloopt perfect. Bellewaerde is nu helemaal klaar om alle bezoekers in de zomermaanden met veel enthousiasme te verwelkomen. Zot dat goed. Dat is dat moet dan. Het is al dat oud.